In de eerste voortgangsrapportage lezen we dat de daling van het aantal woninginbraken nog steeds doorzet. De VVD is blij met de huidige aanpak die duidelijk zijn vruchten afwerpt. Tegelijkertijd is onze fractie heel erg geschrokken van het aantal explosief gestegen overvallen. Overvallen hebben grote impact, vooral op de slachtoffers, maar ook op onze samenleving als geheel. De aanpak hiervan krijgt grote prioriteit. Kunt u, college, ons wat meer vertellen over de aanpak die men voorstaat? Ook maken wij ons erg bezorgd over het recent aantal branden, het is al eerder genoemd, in Tiel. Er zijn verschillende scooters en auto's in vlammen opgegaan. Afgelopen weekend zijn er, met name in de wijk Passewaaij, een aantal dingen vernield. Hoe probeert men dit toch tegen te gaan? Welke maatregelen, ook preventief, worden er getroffen? Het plein in Tiel profileert zich steeds meer als een uitgaansplein. Dat is voor ondernemers, maar ook voor Tielenaren die daar graag komen, heel goed nieuws. Tegelijkertijd brengt dat ook risico's met zich mee. En helaas wordt de laatste tijd steeds meer bekend dat er door bepaalde groepen overlast wordt veroorzaakt. De VVD is met een aantal andere partijen een groot voorstander van cameratoezicht. Waar cameratoezicht is, verdwijnt in ieder geval voor een groot deel de overlast en kunnen daders vaak makkelijker worden opgespoord en opgepakt. Wij willen dan ook heel graag extra camera's, maar ook continuering van het uitlezen hiervan. En hiertoe, u hebt het al gehoord, dienen wij samen met de Partij van de Burgers, CDA, Sociaal Tiel en ProTiel een amendement in. Als je in Tiel langs de Waalkade komt, word je niet blij. Niet blij van de hekken die je daar ziet. Schepen die niet beschikken over lange aanlegstijgers kunnen niet meer aanleggen. Er staan heel veel auto's. Het geheel is niet fraai en geeft een rommelig aanzicht. Gelukkig hebben we in de Raad van april besloten dat we enthousiast zijn over de plannen die reeds gemaakt zijn om de Waalkade te verfraaien en te reconstrueren en de kademuur te repareren en kunnen we nu besluiten nemen over de financiering hiervan. Met de suggestie om dekking te kiezen uit het reserveparkeerfonds kunnen wij instemmen. En wij dienen dan ook samen met de PVDB, het CDA, PVDA, ChristenUnie en D66 een amendement hierover in. Zorgen hebben wij over het aantal bijstandsgerechtigden in Tiel. De prognose van het CPB geeft aan dat, mede door de komst van statushouders, maar ook de door instroom van de WW, dit aantal verder zal stijgen. Het aantal mensen die aan de zijlijn staan omdat ze geen werk hebben, is in Tiel zeer hoog. Ver boven het landelijk gemiddelde. Wij verwachten dan ook een krachtig beleid in deze en worden graag heel goed op de hoogte gehouden over ontwikkelingen op dit gebied. Onze fractie betreurt het zeer dat er dan ook een informatieavond georganiseerd door de werkzaak geen doorgang heeft gevonden, omdat er te weinig belangstelling bestond om deze avond bij te wonen. Ik denk dan ook dat wij als raad ook eens na moeten gaan denken hoe wij met de verbonden partijen willen omgaan. Want ook een platformbijeenkomst van het AVRI is bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. De VVD vindt dat een heel slechte ontwikkeling. Willen wij enige invloed blijven uitoefenen, dan zullen wij toch deel moeten nemen aan dit soort bijeenkomsten. Begrijpelijk is het natuurlijk wel weer een avond weg. Maar toch zou ik graag eens met u, collega-raadsleden, willen bespreken, en dat hoeft natuurlijk echt niet nu, hoe wij hier een mouw aan kunnen passen, zodat wij voorafgaand aan besluitvorming in de AB's van gemeenschappelijke regelingen onze inbreng kunnen hebben. In de commissie Samenleving heeft de verantwoordelijk wethouder voor het mantelzorgbeleid aangegeven dat de brainstormsessie over het mantelzorgbeleid is opgeschort vanwege de ziekte van een ambtenaar. Dat impliceert dus, zo wij aannemen, dat de voorstellen omtrent het mantelzorgbeleid 2016 ook verdere vertraging oplopen. Dit vinden wij onacceptabel. Wij willen u dan ook met klem verzoeken direct na het zomerreces met voorstellen te komen om zo spoedig mogelijk samen met de Raad dit beleid te bepalen en er uitvoering aan te kunnen gaan geven. Mantelzorgers zijn belangrijke pijlers in onze hedendaagse samenleving. Zij kunnen er ook niet voor kiezen om dingen voor zich uit te schuiven. Zij moeten wel. Ook willen wij graag de stand van zaken vernemen omtrent de overblijvende middelen van 2015 met betrekking tot het mantelzorgcompliment waarover eerder een motie is ingediend. Het koopgedrag van consumenten is de laatste jaren onderhavig aan grote veranderingen. Het kopen via internet is niet te stuiten. Winkeliers hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Er verdwijnen steeds meer winkels, waardoor het straatbeeld in binnensteden, maar ook in winkelcentra, wijzigt. Ook in Tiel is dit het geval. De ondernemersvereniging, maar ook de gemeente, zetten alle zeilen bij om Tiel een aantrekkelijke winkelstad te laten blijven.
In 2012 is er een detailhandelsnota aan vastgesteld door de Raad en deze is naar de mening van de VVD niet meer up-to-date. Om te onderzoeken welke kansen er zijn om onder meer de binnenstad aantrekkelijker te maken, om gedifferentieerd gebruik van panden mogelijk te maken als voorbeeld, maar ook om te kijken of nieuw beleid hiervoor nodig is, is onderzoek nodig. De VVD vindt dat actualisatie hiervan op korte termijn noodzakelijk is en daarom dienen wij dan ook samen met de PVDB een amendement in. Er zijn nog andere amendementen die wij mee indienen, maar vanwege de tijd kan ik hier helaas niet verder over zeggen. Tot zover de eerste termijn.